Het leuke van vandaag is dat we gaan eigenlijk een soort social buzz doen. Superleuk dit. We willen eigenlijk Rotterdam wakker schudden. We gaan die kant op. Eigenlijk een beetje verwarring achterlaten. Het is een tijdje geleden dat ik met de trein ben geweest. Maar als het dan op deze manier moet, vind ik het toch wel weer gezellig. Marco, die op het station staat, nou, dan gaat het natuurlijk wel een soort geroezemoes. Nou, gezellig. Niemand weet het zeker. Dat is ook precies wat we willen. Waarom dan? Nou, omdat ik een aantal jaren geleden een belofte heb gedaan. Hart over zeven op zondagmorgen. Hoor ik de voordeur heel zachtjes opgaan. Marco, kom terug naar de Kuip. Ja, gaat hij dat doen? Ja, echt, dat gaat hij doen. Wat is er mooi? Heel staat de tijd maar goed. Ik heb hier 9 keer in de Kuip mogen spelen. Maar ik denk erom, dit wordt gezellig. Dit wordt mega, dit wordt heftig. Ja, bijzonder, hè? Zoiets, ja. Woe! Oh, ja, wacht. Ja, ja, ja. Ja, die kan me beter hebben, hè? Op, hoor. Ik heb je op televisie al gezien, hoor. Ja. Oh. Vaak weg. Goedemorgen. Altijd vroeg boodschappen doen. Good morning. Everything okay? Yes. Je bent tolk. Ja. Nou, ik ga een liedje zingen met je real-time vertaald. Dat ik dat even niet meer zie, dan ben je daar. Hallo. Ik zie je gezicht. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja, stap toch. Hemelslicht. Je bent zo dichtbij. Je bent zo levensgroot. Je kijkt me aan en lacht je tanden bloot. Goedemorgen. Ben je Marco Bassato? Ja. Okay. Goed gezien, loop gezellig met mama mee. Mijn troost bij jou. De hardste waarheid wordt verzacht als jij maar naar me lacht. Als jij maar naar me lacht. Ik zag helemaal een traantje in uw ogen. Vind ik zo lief. Ja. Wat leuk. Ik heb speciaal voor u gezongen, hè? Kijk, ik wilde Rotterdam laten voelen dat we er weer zijn. Nou, dat is volgens mij gelukt. En uiteindelijk hebben we de pers uitgenodigd om dan naar Ahoy te komen. Ahoy? Ja, naar Ahoy. Hallo allemaal. Maar waar ik je eigenlijk mee naartoe wil nemen aan het eind van de dag, is de plek waar voor mij mijn serieuze artiestencarrière begon. Die is natuurlijk wel begonnen in 1990. Maar ja, daar stond letterlijk voelde ik alles nog in de kinderschoenen. In dit stadion, en dan heb ik het over de Kuip, ben ik volwassen geworden. Normaal gesproken lopen hier de gladiatoren door naar buiten. De Kuip is een plek waar ik me thuis voel. Hier begon het. Deze plek leeft, die ademt, die beweegt, die het heeft een ziel. Lopen naar de middenstip, jongens. Mijn kids waren nog heel jong. Ik kan me herinneren, het Lucaatje was 4. Die nam ik mee naar voren en liet ze zien waar ze met zijn plastic boordje. Ja, die jongen die werkt niet bij me, die doet de volgspot. Ik zat met hem bij de finale van AZ Feyenoord op de tribune. Hij zegt, ja pap, heb jij hier echt 9 keer gespeeld? Ik zei, ja lieve jongen. Het zou toch wel gaaf zijn om een keer terug te gaan. Toen dacht hij, ja. Op de middenstip. Ik ga ook terug ook. Ik ga het doen. Het is gewoon tijd. Ik kan er heel lang en breed over praten, maar het is gewoon tijd om terug te gaan. We gaan een feestje vieren. Dat dak is er al af, dus dat hoeft niet. Dit wordt een reunie, dit wordt herbeleven. Ah, dat wordt gewoon te gek. We komen terug naar de Kuip. En hoe?